Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Nu live contact met Ben Oliveira en... Blijf scherp. Stamvaste. Diaspora Radio. Blijf geïnformeerd. Franspinas.com. Dat is een luxe toilettengroep bij de markt. Dat, en de minister gaat het aanstaande donderdag gaat het open. Met de districtcommissaris Ricardo Bolla. Die is de pusher erachter. En in het kader van verfraaiing van Paramaribo. Want die hele kern bij de markt, tot de, vanaf het, de markt tot zeg maar Heiligeweg, hebben ze daar helemaal opgeknapt. Waterafvoer van alles. Heeft de Royal Brits Hotel dat allemaal gedaan, gerealiseerd. Ja, ja. En mijn bijdrage was, althans op verzoek van de districtcommissaris, als ik een toilettengroep wil financieren voor de gemeenschap. Dus... Nou, en dat heb ik gedaan. En over 2 dagen hebben we ja, een feestelijke opening, worden de 2 ministers en de districtcommissaris gedaan. Dus je hebt een toiletgroep geopend in Paramaribo? Ja, Hartenstad, bij de markt, bij het parkeerplaats van de markt. Het is een luxe toilettengroep. Dat betekent niet alleen maar, ik heb 4 toiletten, 1 pisbak voor de mannen, 1 toilet voor de mannen, 1 toilet voor de vrouwen, 1 gehandicapte toilet, plus een badhuis. Dat betekent, en een babycare. Dat is wanneer je langs gaat en je baby heeft gepoept, opgeplat, noem maar op, en dan kan je daar je baby verschonen. Dus het is multifunctioneel, ja, wat er met hygiëne te maken heeft. Dat is wat ik dit jaar voor de gemeenschap kan doen, behalve natuurlijk de moederdagpakketten die ik afgelopen zondag heb gedaan. Maar ja, zo ben ik nou eenmaal, hè. Ja, mee Ben, omdat ik zag het voorbij komen op social media, niemand schenkt aandacht aan. Ik denk als een man uit Rotterdam komt, helemaal uit Rotterdam met zijn ramen toiletgroepen te gaan bouwen, dan moet hij wel in het zonnetje gezet worden. En jij bent wel iemand die van het zonnetje geniet, toch? Ja, maar Suriname zijn ondankbaar, dat weten we van elkaar. Ik verwacht geen dankbaarheid van niemand, vandaar dat ik het zo gehouden heb. Mm-hmm. Een paar hebben mij gebeld en bepaalde mensen zijn tegen verandering, hè, zijn tegen verfraaiing. En ik ben nou voorzitter van een commissie, ik ben nou inmiddels beleidsadviseur van de districtcommissaris. En we zijn bezig de ordening te doen wat betreft de zwervers, de dak- en thuislozen. We hebben een hele grote continent, Wanica. Nou, daar proberen we van alles. En zodat die jongens daar zo geaccommodeerd kunnen worden. 3 maal per dag eten, kleding. Ik was de hele maand maart in Nederland. En ik heb daar heel veel inkopen kunnen doen. Waaronder tandenborstel, zeep, gympies, kleding, noem maar op. En je hebt me niet eens opgezocht, maar meneer Ben Oliveira. Ja, goed dat ik de plannen toch al jouw plannen te bespreken. Ja, maar ik zoek geen publiciteit meer. Dat is het probleem wat ik nu heb. Publiciteit zoekt mij op. Vroeger dan ben ik publiciteitskeil. Dus ik loop ze te bellen van, joh, ik heb een item, dit en dat. Maar dat doe ik niet meer. Wanneer de pers of de media het nodig vindt, dan contacten ze mij vandaar. Okay. Dus ik ga terug naar jouw bijdrage voor de gemeenschap van Suriname, hè? Toiletgroep. Hoeveel zijn het? 2 voor mannen, 2 voor vrouwen en een babyverschoonplaats. Is dat hem? En een badhuis? Nee. Het is zeg maar bijna 60 vierkante meter, moet je luisteren. Je hebt een bad, je hebt een pisruimte voor de mannen, je hebt een toilet voor de mannen, je hebt een toilet voor de vrouwen. Je hebt een toilet voor de invalide met alle accommodaties. En je hebt een badhuis. Ja. Een badhuis, dat betekent dat mensen kunnen gaan baden. Als ze op straat zijn en ze willen even doorreizen. Of de scholieren die bijvoorbeeld s'avonds overdag werken, maar s'avonds naar school. Dan moeten ze misschien helemaal naar Para. Nee, dat hoeft nou niet meer.
Ja. Hartenstad kan je je opfrissen. Plus heb ik ook nog wat uniek in Suriname is. Een babycare. Babycare. Dat betekent. Een ruimte waar je baby kan verschonen en dat soort dingen. Ja, toch? Mooi. Ja, en dat is de eerste in Suriname. Je hebt het niet. Mm-hmm. Alleen maar in de grote hotels, Torarica of iets dergelijks, heb je dat soort dingen. En één, weet je wel. Dus dit is nieuw in Suriname. Ik wilde, als ik toch iets doe, dan wil ik het gelijk goed doen, groot doen. Mm-hmm. En ik heb helemaal dit keer niet naar het centjes gekeken, want ik ben van natuur ben ik een hele zuinige man, die houdt van budgetteren. Maar dit keer heb ik mijn portemonnee laten wapperen. Mm-hmm. Well, ik denk, het klinkt allemaal mooi en plausibel wat Ben Olivier aan het doen is. Toiletgroepen bouwen in Hartje-Paramaribo bij de centrale markt. Maar het is niet gratis en mensen denken, Ben gaat weer geld verdienen. Slimme zakenman, yo. Dat mag toch, daarom ben ik miljonair geworden. Omdat ik weet hoe ik geld moet verdienen. Daarom. En die mensen vragen me steeds van dit. En ik zeg, als jij elke dag twee grote parbo wil drinken, dat kost 200. Oké. Okay. Oh, dus Ben, eigenlijk heb je... Dat betekent 6.000 SRD per maand. En dan komt... Maar Ben, dat is de bedoeling. Dus, is om geld te verdienen dus, wat jij gebouwd hebt. Nee, luister nou. Nee, ik vind het jammer dat het geluid slecht wordt. Kan je weer ergens gaan staan waar het geluid beter wordt? Nee, meneer Oliveira, het geluid gaat niet goed. Wil je weer... Huh? Ben je nu? Hoor je me? Ik hoor je niet zo goed. Nee, nu hoor... Er is iets met je wifi, geloof. Nee, ik zit prima. Met mij gaat het nu goed en mijn geluid is nu goed. Oké, nu hoor ik jou weer. Oké, nu wil ik die vraag nog een keer stellen, want jij viel net weg. Ik wil die vraag nog een keer stellen. De vraag was van, het is allemaal mooi en het klinkt allemaal mooi. Ben, Oliveira, bouw toiletgroepen voor Suriname. Maar uiteindelijk wil gewoon Ben heel veel geld gaan verdienen door al die dingen te gaan verhuren. En mensen tegen betaling gebruik van laten maken. Ja, toch? Nou, business. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb, omdat het een cadeau naar de gemeenschap toe is... wordt alleen betaald voor de dingen die je doet. Ik heb drie dames in dienst genomen. Dat betekent, ze hebben een shift. Het is 24 uur, hoop ik open te zijn. Maar ik heb direct werkgelegenheid gecreëerd voor drie werkloze dames. En natuurlijk ga ik geen salaris gaan betalen die ik zelf niet verdien. Ik heb dit al aan de gemeenschap gegeven. Dus die mensen gaan een redelijk bedrag nog ineens, ik dacht 5 SRD om te poepen of te plassen. Nou, dat is natuurlijk niks. Het is nog ineens een kwartje euro. Weet je wel? Mm-hmm. Maar dat Surinamers zijn verwend. Ze willen alles voor niks. En ik geloof me, als ik daar open zou stellen, zonder bewaking, dat heeft me 15.000 euro gekost. Hè? Dan geef ik aan, als ik dat... onbeheerd zou laten dat iedereen kan komen vissen, platten en noem maar op. Nou is het in een maand weggegooid geld. Mm-hmm. Dus die mensen zullen moeten betalen. Maar heel redelijk. Hè? In elk geval veel minder dan wat je in een normale openbare toilet betaalt. Okay. Ondanks het feit dat die voor mij super luxe is. Mooi zo. Ik vind het mooi als je, zoals je het zelf zegt, dat het super luxe is. Je hebt 15.000 plus euro geïnvesteerd in, hè? Binnen hoeveel tijd wil je die 15.000 plus winst hebben? Hoeveel maanden, jaren? Nooit. Oh. Die haal ik nooit. Nooit. Ik heb... die haal ik nooit eruit. Nee, ik denk... Kijk, dit is een gunst. Dat is namelijk... Nee, kijk, maar je bent ook een zakenman, toch? Dus je denkt ook aan ik ben een zakenman, maar ik ben ook een filantroop. Ik ben ook een filantroop. Kijk, ik ben gezegend door de Allerhoogste. Ik heb gezondheid. Ik ben 75 en ik ga nog elke dag bij de gym. Ik doe dingen wat jonge jongens niet kunnen doen. Amen. Ik bedoel, ik ben puur gezond en de Allerhoogste heeft me gezegend. En die heeft me de kracht en de wijsheid gegeven om geld te verdienen. Nou, nu is het tijd dat ik het teruggeef aan de gemeenschap. Daarom kan ik elke maand, zeg maar, zo'n 50
voedselpakketten aan de arme mensen uitdelen. Ja, ik heb afgelopen week heb ik ook een school op Kommerwijnen heb ik blij gemaakt met Moederdag. Al die onderwijzeressen, die hebben een hele mooie feest gehad op mijn kosten. Ik bedoel, dat zijn dingen, mi no one daf, maar daardoor zei die mee dat mee zei die een gemeenschap naar het zang, harmonisch gado gini. Ja, mijn kinderen hebben mij niet meer nodig. Ze zijn allemaal volwassen en goed geschoold en ze hebben allemaal een goede baan. Dus ik kan mijn geld goed besteden, maar ook aan liefdadigheid. En vergeet niet, meneer Pinas, als je geeft, krijg je het dubbele van de Allerhoogste. Je krijgt het dubbel, maar met mijn leeftijd hoef ik niks meer te investeren. Tegendeel ben ik wat huizen aan het verkopen, want ik heb geen tijd meer om al die huizen te onderhouden. En vooral achterhuurders aanzitten of een beheerder nemen die de helft van het geld elke maand in zijn eigen zak stopt. Dat is Suriname. Ja, hey, maar je bent als Rotterdammer ook bekend als iemand die heel groot denkt. Dus ik denk dat het alleen bij Paramaribo gaat blijven, toch? Die toiletgroepen aan de gemeenschap van Suriname. Je bent in Paramaribo begonnen. Waar gaat dit eindigen? De DC van Nikiri heeft mij, althans, mij gevraagd. Als ik heb gehoord. Bij de markt daar ook zoiets geweldig wil. Maar ik vind dat zijn zoveel rijkeren die staan in Nikiri. Dus waarom betalen hun dat niet? Maar Ben is een van die rijkste Surinamer, toch? Zoals jij zelf zegt. Maar ik doe al genoeg. Maar kijk, ik ga me nu concentreren op die dak- en thuislozen. Mm-hmm. Dak- en thuislozen met district... met DC Bola, Ricardo Bola, zo'n super DC in Paramaribo Noord. Die man is ook een man die ik in Nederland ken van vroeger. Is ook een man die naar Suriname zou komen om te geven. Heel wat projecten. Mm-hmm. Dus ja, laat me het zo zeggen. Ik ben een gezegend mens en daarom dank ik God elke dag. En het enige wat ik kan doen is, arme mensen, helpen met mijn geld. Ja. Alleen, het probleem die ik vaak heb, heel wat huurders willen niet betalen, omdat ik allemaal ben aan money. Dus, dat is weer. Je hebt Ben Olivier de zakenman. Mm-hmm. Aan de andere kant heb je Ben Olivier de liefdadigheidsman. Filantroop. Maar je hebt niet meneer Olivier die dom en stom is. Ja? En die als een garnaal denkt. Nee, mensen moeten weten... Vooral mijn huurders moeten ook weten in Pai, want je liep in Wa-Oso voor Ben Olivier. Hmm. Alleen, ze mogen blij zijn, want meneer verhoogt de huur, zoals het eigenlijk hoort. Die mensen wonen redelijk. En je hebt ook krotten. Maar die krotten, zij hebben een krot van gemaakt, niet dit. Ja. Hey, maar Ben, 75 jaar bijna, jongen. Is je geld niet op? Wanneer raakt het geld? Nee, actie. Neem maar niet te serieus. Ik heb die grote hotelcombinatie in Nikiri met 40 kamers met airco. Die heb ik nu te koop aangeboden voor €500.000. Mm-hmm. Dus ik hoop dat als ik 300.000 voor krijg, heb ik een hoop geld weer op mijn bankrekening. Die kan ik aan de arme mensen doneren. Althans, projecten doneren. Hè? Want ik ben een man, ik geef jou een net. Arme mensen moet je een net geven. Je moet ze geen vis geven. Want als het zo'n vis geeft, wordt ze alleen maar lui. Ja. Dus je geeft zo'n push. Ik volg je helemaal. Je geeft zo'n push om verder zelf te kunnen. Dat zelf is wat ik doe. Omdat nooit iemand mij een push gegeven heeft. Mm. Daarom weet ik hoe het is als een ander een push geeft. Maar ik ben blij dat nooit iemand mijn push gegeven heeft. En je weet, ik ben maar een kleine mannetje. Ik ben 1,5 meter. Dus ik moest altijd opboksen tegen mensen die groter waren. Maar gelukkig. Gelukkig was ik kleiner, want anders zou ik lui zijn. Wel wat grote daden. Ja, precies. Je weet, Blowfly, de oprichter van Rapa, die in zijn interview zei hij altijd, Ben Oliveira is Mr. Dynamite. Waarom? Omdat dynamiet klein verpakt is. Maar als hij explodeert, dan weet je wat de gevolgen zijn. Oké, ik kan... Ik had me die bijnaam. Nee, dan vanaf nu. Dan moet ik Ben Dynamite Oliveira.
Ja, dat, nee. Ben Dynamite Oliveira. Tot besluitje, wat is je eerstvolgende project voor de gemeenschap? Want je zoekt je money, maar je doet wel goede dingen. Dus daar sta ik wel stil bij. Je zoekt money, maar het is geen schande om rijk te zijn. Het is geen schande om veel geld te hebben. Ik ben, daarom maak ik al een interview met je, omdat je goede zaken doet, goede dingen. Je bent goed bezig. Dat is wel een interview. Of je doet heel slechte dingen, of je doet goede dingen. Maar niet middelmatig. Dat sta je bekend, hè. Meestal ben je heel slecht. Kom je in pers, hè. Dan gaan vrouwen... Of de vrouwen van jou. Die dames van jou. Ja, maar dat is het mooie, toch? Kijk, als men een oude man met een mooie jonge vrouw ziet, worden ze altijd jaloers. Maar ze vergeten, hè. Die vrouwen zijn geïnteresseerd in mijn portemonnee. Die mannen zijn onnodig jaloers. Natuurlijk wil ik graag gezien worden met een mooi ding. Want ik ben zelf ook met een topmodel getrouwd, dat weet iedereen. Als ik met mijn vrouw op straat loop, ze heeft 1,90 meter en ik ben 1,50. En ze heeft een lijn waar je u tegen zegt. Altijd in Rotterdam. Ik kan niet look up bij mijn vrouw. Ja, maar dat komt, dat doe ik opzettelijk. Ik vind het leuk. Om mensen jaloers te maken. Maar zo'n idee, kan ik niks aan doen. Nee, maar dat was mijn bevinden. Ik denk, je bent gewoon flamboyant. En wil op dit soort manier om op de radio te hebben. Aan de andere kant doe je ook heel veel goede dingen, filantropisch. En dat weet je, dus je hebt een plekje bij ons hier in Standvast. Maar ben, mijn vrouw, je hebt no. Dat besluit. Nou, ik heb maar één vrouw. Ja, ik ben een getrouwde man. Ik heb een vrouw, ja, één vrouw, ja. Oh, wanneer maar voorlopig? Ja, ik ben al 35 jaar getrouwd met Wilma Lynch. Ja, en dat is een topfotomodel geweest altijd. Wilma Lynch? Ja, ik ben je vroeger, ik ben Lynch, grote disc-jockey. DJ, ja. Nou, met zijn tweede dochter ben ik getrouwd. Oh, dochter zelf, oké. Okay. Met een dochter van Ruben Lynch, de tweede, de mooiste van allemaal, ja. Ja, nee, is goed. Ja, weet je wat, Ben, als je met Ben praat, dan praat Ben over alles, toch? Van Ben was ook bekend dat hij heel veel van jonge vrouwen houdt. 30, 40 jaar, 50 jaar verschil. Nog steeds? We moeten het zelf weten. Kijk, ze bekijken het maar. Kijk, het interesseert me echt niet meer wat die mensen over me te zeggen hebben. Nee. Je moet alleen maar niet aan mijn geld komen. Dat is het enige. Dan is het prima. Ik vind economy money, want zonder geld ben ik een onbelangrijke boerenpummel. Ja? En ik wil niet onbelangrijk zijn. Ik ben altijd, ik ben vooruitstrevend geweest, altijd. Mm-hmm. En ik heb een hekel aan luilakken en mensen die profiteren van anderen. Zo simpel is dat. Ik ben blij dat ik even toch met je heb gepraat. Ja, ik vind het ontzettend fijn. Ik ga naar mijn werknemers. En ik spreek je van de volgende maand weer, Ben Oliveira, live vanuit Paramaribo. Oké. Dat was de altijd flamboyante, filantropische, weldoener, zakenman, Ben Oliveira. Al die namen verdient hij, ja. Oké. Blijf scherp. Standvaste Diaspora Radio. Blijf geïnformeerd. Franspinas.com. It's one and only Franspinas.com live hier op Radio Standvast. What you want me to do? Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.